Voorzitter, de Nederlandse overheid heeft heel veel dingen verkeerd gedaan. Soms in de context van de geschiedenis, maar soms ook gewoon fout. En ik noem het onrecht dat wij de Molukkers hebben aangedaan, de gruwelijke genocide in Srebrenica en natuurlijk de toeslagenaffaire. En inderdaad, ons slavernijverleden is ook een zwarte bladzijde in de geschiedenis. 150 jaar geleden schafte Nederland de slavernij af. En dat we hierbij stilstaan is terecht, ongeacht het feit dat Afrika en het Midden-Oosten een veel groter aandeel hadden in de slavenhandel dan Nederland. Maar dat de Nederlandse staat excuses aanbiedt voor deze onmenselijkheden, terwijl dit vele generaties geleden is gebeurd, is op zijn minst merkwaardig te noemen. Niemand van ons heeft ooit slaven gehad en niemand van ons heeft ooit als slaaf gewerkt. En bovendien waren de excuses van dit kabinet een farce. De gekozen datum was verkeerd en de minister van Financiën moest in allerijl naar Suriname vliegen om een diplomatieke brand te blussen. Men was namelijk ontevreden over het feit dat de minister met een Surinaamse achtergrond de excuses zou maken in plaats van een wit persoon. Wat een vertoning. De Nederlandse staat maakt excuses, niet een persoon. Dus kan premier Rutte mij uitleggen waarom een Nederlandse minister van kleur geen excuses kan maken namens Nederland? En voorzitter, waar gaan we allemaal nog excuses voor maken of excuses voor eisen? De 80-jarige oorlog met Spanje, de rooftochten van de Vikingen. Voorzitter, BVNL vindt het prima dat de overheid excuses maakt voor iets dat fout is gegaan en waarbij de slachtoffers nog leven. Maar laten we ons niet meeslepen door geldgedreven wokisme en een misplaatst slachtofferschap van mensen die nu leven en werkelijk niets te maken hebben gehad met de slavernij. Van enige compensatie voor iets dat vele generaties geleden gebeurd is, kan geen sprake zijn. En BVNL wil geen 20 miljard aan herstelbetalingen en geen 200 miljoen euro voor het zogenaamde bewustwordingsfonds. Maar laten we wel de banden met bijvoorbeeld Suriname aanhalen en inzetten op goede handelsbetrekkingen. Dat helpt namelijk echt. En voorzitter, laten we dit boek gewoon sluiten en ons concentreren op de grote fouten die dit kabinet heeft gemaakt. De energiecrisis, de woningcrisis, de stikstofcrisis, de coronamaatregelen en de onterechte uithuisplaatsingen van duizenden kinderen. Daar mag het kabinet wat aan doen. En daar mag het kabinet wat BVNL betreft prima excuses voor aanbieden. In het belang van Nederland. Dank u wel, voorzitter.